met Deborah van Z-Inspiration. Mag ik de CEO spreken? Dank je. Hallo, met Deborah van Z-Inspiration. Ik vroeg me af als ik even mocht langskomen voor een gesprek. Super, oké. Welkom bij Z-Inspiration. Vandaag gaan we op bezoek bij Didier Vaal, de CEO van Sign & Façade. Sign & Façade is Benelux marktleider in lichtreclame en hevelbekleding. Met jarenlange ervaring in deze sector zijn ze partner van internationale bedrijven en architectenbureaus. Met de bedrijven Splend Neonrec in Diest, Neon Royal in Ooskamp en Belgoneon in Luik beschikken ze over 3 productiesites en vandaag bevinden we ons in Diest. Goedemorgen mevrouw, kan ik u helpen? Ja, ik ben Deborah, ik heb een afspraak met Didier Vaal. Zet u zich even dan verwittigen. Oké, okay, ja? Dank u wel. Didier, met Christine, Deborah is toegekomen. Komt je naar beneden alsjeblieft? Ja, dank u. Didier? Ja, hallo. Goeiedag, Deborah. Dag, Deborah. Goedemorgen, welkom. Dank u wel. Zeg, proficiat met uw functie als CEO van het bedrijf. Dank u. Wanneer ben je daarmee begonnen? 1 november vorig jaar. 2013. Inderdaad, ja. Jullie hebben verschillende sites. Waarom hebben we hier afgesproken vandaag? Wel, dit is de grootste site eigenlijk van de groep van bedrijven. Dus in totaal is Sign & Façade met 4 bedrijven. Die zijn gradueel samengebracht in 1 groep. Dus we gaan ook dadelijk een werf gaan bezoeken. Dan heeft men eigenlijk de combinatie van enerzijds productie en anderzijds installatie. Oké, okay, ik volg u. Oké, okay, goed. Didier, je bent nog niet zo lang CEO van dit bedrijf. Wat waren jouw vorige functies? Mijn vorige job was bij NMBS Logistics, dus de vrachtdochter van NMBS. Ik heb daar een herstructureringsproject gedaan gedurende 2 jaar. En dan ben ik in contact gekomen met de aandeelhouders van Sign & Façade. En dat leek mij een heel interessante uitdaging om te doen. In het verleden ben ik nogal eens CEO geweest van een KMO. En dus dat pragmatisme, het down-to-earth, het snel resultaat zien van je beslissingen, dat is iets dat mij echt wel aanspreekt en vandaar dat ik de stap gezet heb. Je werkt vandaag met heel veel arbeiders. Is dat een andere manier van werken als CEO? Goh, eigenlijk wat voor ons belangrijk is het volledige team. En er zit heel wat expertise en know-how in de hoofden van die mensen en ook in wat ze doen. En elk product is uniek. En het is vooral de samenwerking tussen iedereen die ons in staat stelt om hele mooie realisaties te maken. En wat zijn jouw persoonlijke waarden dat je mee hebt genomen in het bedrijf? Goh, ik denk dat alles begint natuurlijk met integriteit en respect. Respect voor alle medewerkers. Het is uiteindelijk het team, het geheel dat moet samenwerken. Dus je mag je als CEO zeker ook niet boven de mensen stellen. Hè. Een van de eerste dingen was dan meegaan op een werf eigenlijk. Hè. Dus mede oogtewerker in en een hele dag met de werkmannen effectief meedoen. En zo leer je ook heel veel dingen. Hè. Wat waren de bestaande waarden van dit bedrijf als jij toekomt? Goh, die fierheid voor de realisaties, jobfierheid, is wel een belangrijk iets. Men wil echt mooie producten maken. Wij zijn marktleider in België en zijn dat niet vanzelf geworden. In Benelux zelf niet? In Benelux, ja. Inderdaad. Ja. Dus dat is ook omdat wij vanuit die zin voor kwaliteit, voor service, trachten om de klant zoveel mogelijk tevreden te stellen en ons aan te passen aan de veranderende noden van de klant. En waarom zijn die waarden zo belangrijk voor u? Waarden is voor mij eigenlijk een referentiepunt. Dus we leven in een wereld vol verandering, maar waarden en een visie, dat is een beetje, ik zie dat als het DNA van een bedrijf. Dat geeft een stukje stabiliteit. Dat geeft ook een framework. Als er moeilijke beslissingen moeten genomen worden, als er keuzes moeten gemaakt worden, dan is die normen en waarden zijn dan als het ware een ankerpunt, een richtlijn die ons helpt om die keuzes te maken. Welke leider ben je of wil je graag zijn? Ik ben vooral een faciliterend leider. Dus ik zorg dat de mensen zelf aan bod komen en een ding kunnen doen. Mm-hmm. En ik beschouw het een beetje zoals een dirigent van een orkest. Uiteindelijk het instrument waar die dirigent gebruik van maakt, dat is een stokje, maar er komt geen muziek uit. Het zijn de solisten die eigenlijk de klank maken. En de rol van de dirigent is om het geheel harmonieus samen te doen klinken. En zo tracht ik eigenlijk ook wel een beetje om te gaan met leiderschap. Wat zijn jouw pluspunten die maken dat jij vandaag CEO bent van dit bedrijf?
Ik ben een no-nonsense persoon. Ik hou het graag simpel. Ik herinner me de quote van Einstein die zei, we moeten de dingen zo gemakkelijk als mogelijk maken, maar niet gemakkelijker. Ja. En dat is wel belangrijk. Je mag daar ook niet te ver in gaan in het simplifieren, maar een gezond evenwicht tussen een pragmatisme enerzijds en anderzijds toch ook zin voor strategie, een oog op de markt houden, is belangrijk voor een KMO zoals de onze. Wat vind jij belangrijk om te realiseren binnen Sign & Façade? Wel, eerst en vooral zijn er natuurlijk onze doelstellingen die we moeten halen. Onze aandeelhouder is een private equity bedrijf. En zoals elke organisatie hebben we natuurlijk ook doelstellingen op vlak van groei en winst die we moeten halen. Maar het belangrijkste natuurlijk is, hoe doen we dat? Wat is de weg daarnaartoe? En dan denk ik aan zaken zoals, wat ik daarnet al zei, het samenbrengen van het talent van iedereen in de organisatie. Die diversiteit als kracht, dat is voor ons wel een belangrijke troef. Het zit voor een stuk ook in onze roots, in de historiek. De vier bedrijven die samengebracht zijn, waar we enerzijds wel die synergievoordelen proberen realiseren door bijvoorbeeld samen aan te kopen, door onze IT-platformen te harmoniseren, maar daar waar we tegelijkertijd ook de lokale eigenheid bewaren. Dus die diversiteit, dicht bij de klant zijn, dat is een belangrijke troef. Een ander voorbeeld van die diversiteit is bijvoorbeeld met de medewerkers zijn we door een MBTI-training aan het gaan. Dus dat is de Myers-Briggs Type Indicator, waarbij we op basis van vragenlijsten in een opleiding... Het is een soort persoonlijkheidstest waar er gekeken wordt naar voorkeuren. En dat gaat dan over voorkeuren op het vlak van hoe gaan we om met informatie. En het is voor heel veel mensen een eye-opener om vast te stellen hoe dingen die hen vroeger frustreerden, omdat we allemaal verschillend zijn natuurlijk, dat nu gezien wordt als van, ik begrijp het, hè, want die persoon zit eerder zo of zo in elkaar en ik zit anders in elkaar. Hoe zit je dan in elkaar? Wel, hoe ik persoonlijk in elkaar zit, ik ben eerder iemand die gaat naar de grotere picture kijken en vervolgens pas gaan op de details gaan inzoomen, dus die bredere visie formuleren. Ik ben ook een heel gestructureerd iemand. Hè. Ik leg de lat vrij hoog. Ik spreek vaak over streng maar rechtvaardig, hè. Dus ik denk dat we moeten durven streven naar perfectie. We mogen democratie en middelmatigheid niet met elkaar gaan verwarren. En dat is soms een trend die ik zie gebeuren, dus ik probeer de lat graag hoog te leggen. En ik ben best veel eisend, in de eerste plaats voor mezelf, ook omdat ik daar weer het rolmodel te vervullen heb. Maar daarnaast ook naar de organisatie toe. En hoe communiceer je dan naar jouw medewerkers? Een van de dingen die we gedaan hebben om de communicatie binnen het bedrijf te bevorderen, is het creëren van een newsletter. Het voorwoordje schrijf ik daar zelf voor. Dat is een bepaalde topic, een thema dat we eventjes die maand in de spotlight willen zetten. Maar daarnaast hebben we gekozen voor een bottom-up aanpak, mm-hmm. waarbij iedere medewerker in het bedrijf zelf een kleine bijdrage kan schrijven. En wat zijn eigenlijk de hoofdactiviteiten van Sign & Façade? Wel, we hebben eigenlijk twee hoofdactiviteiten. Enerzijds bouwen we lichtreclames. Mm-hmm. En anderzijds is het gevelbouw. En we zijn dan ook in staat om hele grote projecten aan te pakken. Vorig jaar bijvoorbeeld hebben we voor Crelan 850 agentschappen voorzien van een nieuwe lichtreclame. Dus dat is eigenlijk een zeer grote rebranding operatie. En wat gevelbouw betreft hebben we net een paradepaardje echt gefinaliseerd. Het metrostation van Roi Baudouin. En wat is het belang van een visie te hebben voor u? Een visie is heel belangrijk voor een bedrijf, omdat het geeft de richting aan de organisatie. En het is ook een middel om die richting te communiceren doorheen heel het bedrijf. De visie en de normen en de waarden, dat is als het ware, dat zijn de genen van een bedrijf. En in een wereld vol verandering geeft die visie en die normen en waarden is dat een ankerpunt. En dat geeft stabiliteit. Het helpt ook bij het nemen van moeilijke beslissingen. Betrokkenheid is voor u belangrijk. Hoe creëer je die betrokkenheid bij jouw mensen? Wel, enerzijds de newsletter waar we het net reeds over gehad hebben. Maar anderzijds zijn we ook gestart met een Signspotter-initiatief. Mm-hmm. Dat is opnieuw een heel praktisch iets. En we zien in het straatbeeld regelmatig lichtreclames die kapot zijn, vervuild zijn, waar we denken van, daar zouden wij met Sign & Façade best wel een verbetering kunnen aanbrengen. Dan hebben we de mensen allemaal voorzien van kleine briefjes, waar ze dus de coördinaten opschrijven van de lichtreclame die defect is. Ze stoppen dat in een bus. Die leads worden doorgegeven aan de verkoop.
En die kunnen daarmee verder. Als er nadien dan een concrete deal uitkomt, dan zorgen we ook dat er een kleine beloning is voor de medewerker die de lead aangebracht heeft. Ja. En we merken echt dat dat iets is dat werkt, hè. Dat creëert engagement, dat creëert betrokkenheid. En we hebben hier reeds concrete deals uit kunnen halen. Dus we hebben ook al mensen kunnen belonen omwille van een engagement dat ze getoond hebben. We gaan naar een werf van Shopping 1 in Genk. Ja, waarom is het belangrijk voor u om die werf te tonen? Het is een hele grote werf, dus we plaatsen daar verschillende grote lichtbakken. Daarnaast plaatsen we ook individuele letters. En we gaan daar ook grote LCD-schermen plaatsen waar de klant filmpjes op kan tonen of publiciteit op kan adverteren. En wie willen jullie zijn voor jullie klanten? Wel, we willen in de eerste plaats voor onze klanten een partner zijn. Dus wij streven lange termijn samenwerkingen na met die klanten. En we doen dat op een unieke manier. Eerst en vooral door ons productaanbod. En daarnaast op het vlak van service en kwaliteit en flexibiliteit willen we ook daar ons uniek onderscheiden. We hebben bijvoorbeeld begin dit jaar een nieuwe KPI ingevoerd waarbij we de tijd gaan meten tussen het melden van een defect door een klant en het effectief realiseren van de herstelling. En we trachten daar te komen tot een laag streefcijfer. Gemiddeld zitten we nu rond de 4 dagen. En dat is toch wel een belangrijke service naar de klant. Didier, vertel eens, hoe kijk jij naar de wereld van vandaag? We leven natuurlijk in een snel veranderende wereld. Hè. Dus de wereld is ook een stukje complexer geworden. En ik zie toch ook wel een aantal tegenstellingen. Enerzijds heb je die always-on cultuur. Iedereen is geconnecteerd met smartphones op het internet. En tegelijkertijd dan toch ook wel wat die behoefte om af en toe te kunnen loskoppelen, zeg maar. Mm-hmm. En een tegenstelling die ik ook zie is enerzijds het grote aanbod aan prikkels en keuzes waar dat we dagelijks mee geconfronteerd worden, waar dat toch dan een beetje die verarming van ideeën tegenover staat. Dus persoonlijk denk ik dat we echt wel als maatschappij terug een beetje behoefte hebben aan authenticiteit. Dat vind ik wel belangrijk. En dan zijn er natuurlijk de grote uitdagingen waar we niet alleen als ondernemer, maar als maatschappij ook voor staan. En dan denk ik uiteraard aan problematiek zoals milieu. Mm-hmm. En klimaatopwarming. Ben jij daar zelf mee bezig? Toch wel. We zijn hier toch wel in ons bedrijf heel actief mee bezig. Wij vinden het heel belangrijk om recycleerbare producten te gebruiken in onze lichtreclames en in onze gevelbekleding. Maar ook proactief naar de klanten toe willen we de klanten ook helpen om minder energie te verbruiken bijvoorbeeld. Dus wij hebben relamping operaties. Dat betekent dat we dus de TL-lampen gaan vervangen door LED's. LED, ja. Wat veel minder verbruikt en dus op die manier ook bijdraagt tot een beter milieu. Een andere problematiek waar dat we als maatschappij voor staan natuurlijk is de vergrijzing. Iedereen is ermee bekend. De activiteitsgraad van de oudere populatie is vrij laag in België. Ook daar proberen wij vanuit onze microwereld, zeg maar, de kleinschalige organisatie die we zijn, om daar toch ook ons steentje bij te dragen. Dus ik heb daarnet al gesproken over die expertise die hier toch wel aanwezig is door onze zeg maar, ambachtelijke roots uit het verleden. Dat vinden we heel belangrijk en we willen er ook naar streven dat die mensen ook, zelfs al worden ze een beetje ouder, nog altijd hun ding kunnen blijven doen. En ik denk dat daar ook belangrijk is dat wij als ondernemers ook de hand in eigen boezem durven steken. Hè. Dat we niet alleen zeggen van er is een problematiek van de vergrijzing, maar dat we daar ook consequent in zijn en niet bijvoorbeeld het brugpensioen gebruiken als een gemakkelijkheidsoplossing als er een herstructurering is om dan afscheid te nemen van oudere werknemers. En wat zijn jouw oplossingen daarvoor? Wel, ik denk dat een stukje aangepast werk is natuurlijk een belangrijk middel om daar een oplossing voor te bieden. Wij hebben veel installateurs die buitenwerk doen in weer en wind. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat best zwaar wordt eens men een bepaalde leeftijd bereikt heeft. Dus wij trachten dan toch te streven om door aangepast werk, door te zorgen dat medewerkers dingen kunnen doen,
die overeenkomen met wat ze aankunnen, omwille van leeftijd of gezondheid, dat aan bod kan komen. We hebben een verkoper gehad die enkele jaren met zware medische problemen gesukkeld heeft. Ook daar hebben we voor die man een oplossing trachten te vinden die zowel voor het bedrijf goed is als vooral ook voor de man in kwestie. Mm-hmm. Dus ik denk ook als een KMO, waarbij toch ja, de groep mensen beperkt is, we zijn hier met 120 medewerkers, dat het toch lukt als men wil om een bepaalde inspanning te leveren om ook met die dingen rekening te houden. En ik denk dat voor een stukje ook weer, en dan kom ik terug op het voorbeeldgedrag waar we het al over gehad hebben eerder in ons gesprek, dat we daar toch ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten dragen en daar ook het voorbeeld durven stellen. Ben jij zelf een perfectionist? Ja, toch wel. Ik vind dat heel belangrijk. En ik denk ook dat we daar in de maatschappij misschien terug even moeten een punt maken. Enerzijds vinden we het allemaal vanzelfsprekend dat topsporters nastreven om naar de Olympische Spelen te gaan. Maar ik denk dat we als ondernemer best ook mogen ervan uitgaan dat het nastreven van perfectie iets goed is. Hè? Dat een sterkte is die ons helpt om de markt voor te blijven en ons te onderscheiden van de concurrentie. Dus perfectie is absoluut geen vies woord. Voilà, staat erop. Ja. En hoe was het om een dagje over waarde te spreken? Ik vond het heel leuk om te doen. Het laat ze ook eens toe om het weg van het operationele te zijn en een stukje te reflecteren. En het doet me ook altijd plezier om met trots over de organisatie te kunnen praten. En ik denk dat de mensen ook wel veel plezier zal gedaan hebben. Didier, bedankt. Ik vond het heel leuk. En als ik ooit lichtreclame nodig heb, dan weet ik je te vinden. Oké, super. Goed. Dank je wel. Tot ziens. Dag. Dag. Dag.